Goeiedag Moesland. We zijn op bouwbezoek met de Moesnos. En we zijn hier bij Harkie Jans. Bij de canvasclub van Tim Jans. En Tim, bij welke canvasclub zijn we? Ja, wij zitten bij CV Net Zat. En wij bouwen inderdaad bij Harkie Jans. Een van de vaste bouwers van al jarenlang. Ik weet niet, 20 jaar of zo misschien al. Ja, we hebben in het verleden ook nog gebouwd hier. Dus dat is al heel lang geleden. En waar is jullie thema of wat gaan we maken? Wij hebben als thema dit jaar een mislukt experiment. Dus zoals 2 jaar geleden coronavirus. Dus wij doen eigenlijk een gekke professor maken. En dan gaat van alles fout natuurlijk. Dus schuim en ontploffingen en giftige stoffen en noem maar op. Dus er gaat fout met een optocht, maar niet met bouwen? Bouwen gaat goed komen. We hebben nog extra te gaan, maar 2 weken, dat komt goed. Ja, ik stond al te kijken. Ik zit al gekschintig. Het is niet in mei, maar in februari. Maar ik verwacht wel dat het goed komt. Jazeker. De laatste paar weken gebeurt toch wel het meeste. Dat is toch altijd elk jaar hetzelfde. Ja. En de plekploeg, ja, die loopt het ook afweten. Dat zie ik hier wel. Nou, het is meer dat de vormers het eigenlijk altijd afweten. Omdat eindelijk eens een keertje de vormers komen. Ja, nou, dat zou helemaal goed zijn. Plekploeg ligt er nooit. Een plekploeg ligt er plekploeg ligt er nooit. Nou, ik moet in ieder geval nog vol doen. Dus ik hou niet te vol van het werk af. Ik zag dat de dames ook schilderen, maar we hebben nog even wat stellingen. Hè? En dan is er wel de morgen meteen op antwoorden. Dus ik heb hem even opgeschreven. Ja, dat wordt een hele mooie. De optocht in februari of in mei? Ik heb het allebei niet meegemaakt vorig jaar, dus doe maar februari. Hè? Prins Tjark of prinses Senne? Senne, ja, is niet mooi. Dan carnaval met of zonder confetti? Heel veel confetti. Heel veel confetti. Eerste worden met heel veel gezeik met bouwen of tweede worden en gezellig gebouwd? Tweede woorden en gezellig gebouwd. Kijk, nou die was bij de Canvas Club net zat en we gaan terug naar de studio. Goedendag Moesland, we zijn hier in de volgende bouwschuur. We zitten op de Kleingaaldsweg bij Derks en we zijn hier bij Canvas Club Gruwelijk Locht. En langs mij staat er Teun Derks. En Teun, wat ben je aan het maken? Kleine rectificatie, DGUW Gruwelijk Locht. Anders dan doen we de helft van de club tekort. En wij bouwen hier de Land Express, de vader van Jark. Ja, wel bekend van de Landert Express. Landert is Maasors geworden, dus van Landert ook naar Maasors toe. In onze Landert Express hebben wij alle kernen van de nieuwe gemeente meegenomen. Voor op een trein met een conducteur en een raadslid. Daarachter de pieper uit Volkel samen met Achilles uit de Reek. Daarachter 3 dubbele koppen, een hond, de Smaus uit Zeeland, een schapenwasser uit Odidiapeel en als laatste uiteraard een knoeres uit Uden. Dan de laatste wagon met daarop aan de zijkant een nar en aan de andere kant een opper. En bovenop komt uiteraard Boerkemoes samen met onze prins, prins Jarek. Dus als ik goed tel, dan zitten we over de meer dan 10 poppen. Ja, ik veer er inderdaad nog eentje, die komt nog voor de wagen uit, dus we zitten op... 11 losse koppen, waarvan 3 dubbel. Dus, dat wordt dan wel een hele mooie wagen, dat kan niet anders. Dus je kunt allemaal zien op de Moesmaandag. En ligt wel een beetje op schema of wat vinden ervan? Of loopt er een beetje achter? Loopt zo in de steek of gaan alleen maar sponsoren die contributoren niet bouwen? Nou, de steek die is al geschilderd, dus in de steek laten doen we niet. Maar het animo is weer groot dit jaar en daar moet ik wel als je zo'n wagen op bouwen. En morgen weer een bouwfeestje, dus dan komt het helemaal goed hier. Dus een top 3 moet er zeker in zitten. Daar gaan we wel voor. Nou, dan hebben we nog een paar prachtige dilemma's en dan moet ik heel snel op antwoorden. De optocht op in februari of in mei? Februari. Carnaval met of zonder confetti? Met. Uursteworm in heel veel gezeik in de club of Tweedesworm gezellig gebouwd? Uursteworm. Prins Tjarik of prinses Senne? Prinses Senne. Kijk, daar waren ze al. Nou, we gaan het zien op Moesmaandag. Dankjewel.
Want we zijn bij de volgende bouwlocatie. We zitten hier in een broksteegje bij de carnavalsvereniging. Hartstikke gek. En we hebben hier Wessel en Lars, twee fanatieke bouwers van de carnavalsclub. Wessel, waar ben je aan het maken? We zijn een wagen van 4 cupjes aan het maken met thema bouwvakkers. Thema bouwvakkers en 4 cupjes. Nou, ik vind dat al behoorlijk wat kop, hè. Vertel er eens iets meer over. Wat wordt het ongeveer? Hoe groot wordt hij? Hoe lang wordt hij? We beginnen voorop met een hoogte van ongeveer 5,5 meter met de vustenbeweging. Achter zal ongeveer rond de 8,5 meter zijn. In het midden hebben we een wip. En dan hebben we voorop een pop met op een grote drillboor. Achterop een lasser en in het midden een mannek en een vrouwke wippend op een balk. Well, dus het wordt toch een schone praalwagen. Want het hoeveelste jaar doen jullie mee? Ja, met deze club eigenlijk de eerste jaar. Want vorig jaar waren we met een andere club. Dus de groene kwast, dat is dus de prijs die jullie gaan halen dit jaar met de optocht. Ja, dan mag ik toch hopen dat we die op zijn minst hebben, ja. Ja, dat mag zeker. En ik zie nogal roest op de poppen. Ja, het gaas wat we dit jaar hebben, dat is voor zover we weten dan niet helemaal goed verzinkt. En er komt roest erin. Maar dat is een kwestie van een laag witte verf eroverheen gooien en dan de kleur erop. En dan hoop ik dat het verder optocht niet gaat roesten. Nee, dan hopen dat het flink vriest, want dan kan het al niet meer roesten. Dan wordt het inderdaad lastig. Ja, dan hebben we nog een paar moeilijke dilemma's. Dat is iets voor jou, Lars. Dan moeten we meteen op antwoord geven. Je moet kiezen. Prins Djark of Prinses Senna? Prins Djark. Prins Djark. Confetti met de carnaval of geen confetti met de carnaval? Sowieso confetti. Optocht in februari of optocht in mei? Welke was het warmste? Welke maand? In mei was het warmste, maar februari is toch wel echt origineel carnaval. Ja, dan noem maar februari. Nou, daar komt hij. Ursus worden een hoop gezeik binnen de club of Tweede worden gezellig gebouwd? Tweede worden gezellig gebouwd. Kijk, daar is het, hè. Gewoon de gezelligheid. Nou, die was hij dan bij carnavalsclub. Hartstikke gek. En we gaan naar de volgende bouwschuur. Ja, we zijn beste Moeslanders weer in de volgende bouwschuur. We zijn nu nog steeds in de broksteeg, maar nou bij Carnavalsclub het nou niet. En langs mij staat Stijn Verlit. Stijn, wat ben je het maken, jongen? Een carnavalswagen. Ja, een carnavalswagen. En ik zie vol hout, maar het is wel, je doet wel in het Moesland mee dan. Ja, we gooien, ja. Het houdt niet op dit jaar, maar we doen sowieso in het Moesland mee. Ja. Ja. En de thema is waar we het maken? Het thema is Braveheart. Ken je Braveheart? Ja. En dan doen we het Moeshart. Want er verdwijnt weer een Moeslandse traditie, de munt. Dus ja, we vechten voor de tradities. Kijk, tijdens de regeren, we vechten voor de tradities. En ja, vol hout, maar is het gewoon voor de praktische of is het voor de kosten? Nee, kosten nee. Maar praktisch, ja. We willen eigenlijk gewoon nog de aankomende jaren nog gewoon wel echt gewoon meedoen. En dachten we, als we dit jaar nou één keer het onderstel goed aanpakken, dan kunnen we de komende jaren gewoon ons richten op een paar pupjes. En dan onderstel schilderen en dan klaar. Ja, dus het nou niet doen, de komende jaren nog zeker mee met de Moeslandse optocht. Als het aan ons ligt wel. Nou, dat is wel goed om te horen. Dan heb ik nog vier hele mooie dilemma's. En dan morgen ga je moeten meteen op antwoorden. Het is niet zo'n hele moeilijke hoor. Maar ja, dat kan. Ja. Kunt kiezen, Prins Djark of Prinses Senna? Djark. Djark. Wel of geen confetti met de optocht? Veel, wel. De optocht in mei of in februari? Februari. En dan Ursuswarm in hoop gezeiken binnen de club of Tweddeswarm gezellig gebouwd? Tweddeswarm gezellig gebouwd. Kijk, nou dit was je dan vanuit de broksteeg terug naar de studio. Nou, ik zie een ego. Ja,